Nederlandse mensen hier, ja, het is altijd mooi weer in Wustwezel. Dus u bent van harte welkom om terug te komen op een andere dag. Welkom hier aan de Klot. Een speciaal welkom aan de Nederlandse collega's, mevrouw de burgemeester van Zundert, de mensen van Verhalis, de scholen, de vele vrijwilligers aan de andere kant van de grens. Het is al gezegd, maar vandaag herdenken wij dat 100 jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog de dodendraad werd aangelegd. Een periode die ver achter ons ligt en daardoor niet meer in ieders geheugen staat gegrift. Het is dan ook... Kunnen jullie ons met drieën zo samen staan met dat bakje voor jullie houden? Ja.